op de school en de buiten staan. Het allerliefste zal je op de school. Het is een band die ik met Paul heb. Ik denk niet dat veel vriendschappen zo'n sterke band hebben als wij. Als je stewardess was, was ik nooit meer op een vlag. Tuurlijk ben je kritisch, tuurlijk ben je bang. Wie gaat ons vertellen waar we moeten zijn? Als ik je maar kan zeggen wat je doet met mij. Je bent de laatste die me eerst is. En de eerste die me laatst is. Je bent de laatste die me eerst is. Nou, we kwamen bij elkaar in de klas, in de eerste klas. En toen zijn we eigenlijk vrij snel bevriend geraakt. We hadden echt direct een klik. En we woonden bij elkaar in de straat. Dat was ook wel grappig, want daarvoor hebben we elkaar wel gezien. Maar alleen gevoetbald op rollenkaart heette. Dat was zo'n zandveldje. Veel ruzie gemaakt. En later gewoon in één keer wel vrienden geworden, dat we altijd dachten van ja, wat hebben we dan de hele jeugd gedaan? Het was altijd gewoon een soort van, ja, het was meer een rivalenstrijd dan dat het echt ruzie was. Want ik bedoel, het was al lang duidelijk dat ik de baas van de speeltuin was. Dus echt een ruzie hadden we daarvoor niet nodig, omdat soort van, dat wisten we al. Maar ja. Ja, Jelle was wel een hele goede tweede plek. Dus dat was wel voor mij ook leuker om dan heen te gaan. Ja. Dat is de enige tweede plek die ik heb gehad in mijn leven bij hem. 1000 dates en lange nachten. Van je houden zonder pijn. Waarom zouden we nog wachten? Ik wil het nu, we kunnen nu gaan. Ik wil met je blijven lachen. In het weekend met je zijn. Al mijn zorgen laat ik achter. Ik wil het nu, we kunnen nu gaan. Ik ben begonnen met muziek echt samen met Jelle. Dus dat was denk ik toen we een jaar of 12 waren. En we luisterden allebei heel veel naar Campy en naar Nederlandse hiphop. Toen namen we dat op de meest amateuristische manier die je maar kan bedenken, namen we dat op bij mij thuis. En maakten we liedjes. En dat was gewoon vet leuk. Met meest amateuristisch bedoel ik echt meest amateuristisch. Het is echt hilarisch. We kochten een mic van €10 bij de Media Markt. En dat was gewoon een microfoon. Ik weet niet eens waar die voor bedoeld was. Volgens mij gewoon voor als je, weet je wel, wilde MSN, ik hoor je toch ook praten of zo erin. En ja, daar was die volgens mij voor. Ja, ik weet niet eens of die daar goed genoeg voor was. Maar ik had dan een boxje waar muziek uitkwam thuis. En, twee boxjes. En we hadden dan een soort van het goedkoopste recordprogrammaatje wat er te vinden was, hadden we gedownload. En dan speelden we de beat af op het boxje. Dan plakten we die microfoon van €10, die plakten we tegen dat boxje aan. En dan moesten we op deze afstand van die microfoon in dat boxje, moesten we dan rappen wat we wouden rappen. En je moet niet vergeten dat die muziek hard stond, want anders werd dat niet opgenomen. Want de stem die was gewoon dominant in dat stuk. Dus die dingen moesten echt op z'n allerhardst, waardoor zeg maar de hele buurt gewoon wakker werd en wij half doof eruit kwamen. En als iets, we namen het op, zeg maar, we moesten heel snel, we moesten die recorder aanzetten en die muziek. Dus we moesten heel snel switchen van... wat deden we? We moesten altijd, we dachten altijd, wat gaan we doen? Eerst de recorder aan of eerst de muziek aan? En toen kwamen we erop, eerst de recorder aan. Dan had je gewoon een pauze van 2 seconden meer. En dan moest je schakelen naar de muziek en dan zet je die aan. Dan schrok je eerst kapot, want die muziek ging echt... Ik weet niet of je als bij in een discotheek hebt gestaan met je, zeg maar, bij zo'n ding met je oor. Nou ja, dat krijg je dan. Maar ja, dan moesten wij gewoon doorzetten. En dan moesten we rappen. Ja, en toen... Als we door hadden dat er één iets te ver naar achter ging, omdat, dan wisten we al, daar hoor je niks. Je moet niet verder switchen, als de een rapte en de ander moest komen, dan moest je dus al zeg maar naast elkaar staan zo. En al oogcontact maken van nu moet jij. En als je weg was, dan moest diegene al helemaal er tegenaan staan. Ja, die moest er al tegenaan. Dus op een gegeven moment waren we bijna aan het zoenen bij dat ding. Omdat we zo dicht met je terug... zo dicht elkaar... En dan keek ik aan. En dan als je één ding verneukte, dan moest de ander dus weer helemaal... Op een gegeven moment werden we helemaal gek. Weet je nog, want toen zeiden we gewoon tegen elkaar. Toen ging de één iets te verder. Ik zei, ja, laat maar weer zitten, jongen. En toen hebben we gewoon ruzies gekregen. Omdat de ander dan te verder vanaf ging. Ja. Nog een keer lopen janken daarom. Ik zit dat om op te nemen. Dat ging niet goed. En toen zei je, ik heb er geen zin meer in. Weet je dat nog? En we z'n twee zitten janken in die woonkamer. Toen keken we elkaar aan. En toen gingen we helemaal stuk. En Jelle heeft het altijd heel leuk gevonden om muziek te maken. Maar natuurlijk waren er voor hem andere prioriteiten in het leven. Dus waar ik op een gegeven moment besloot van, nou weet je wat, ik ga dit gewoon uitbrengen. Of ik wil dit delen met mensen. Was het voor hem wat minder makkelijk om die beslissing te nemen. En dacht hij van, ik focus op het voetbal. Maar hij heeft wel, voordat je echt zeg maar betaald ging voetballen, heb je wel nog dingen uitgebracht. Ja. Samen met mij, samen met Purp. Ja, klopt. En heeft hij echt nog wel, en hij was gewoon een goede rapper, was Jelle altijd. En we hebben zelfs nog een keer opgetreden, op het Stedelijk Lyceum in Enschede. En dat was wel leuk. Mensen reageerden heel enthousiast op Jelle. En die had wel wat fans. Ja. What up mensen, bounce mee, fuck Gent, steek het fucking dak in de hands en pak lenzen. Want het moet je zien, homie, dit goed te zien. Hoef ik niet, roep ik niet, deze bars en ik vroeg er niet. Weet je wat lelijk is, ik weet niet meer wat zeker is. Hou ik het wel levendig of spelender als lelijk is. Want anders zijn is de laatste tijd zo gewoon. Maar ik wijk niet af van mijn wortels als de hoogste boom. Ik laat me leiden, ik voel me net een kind. Maar ik vlieg mee op de zee van de allersterkste wind. Wat voor mij wedstrijden zijn, zijn voor hem optredens bijvoorbeeld. En daar kunnen wij wel een beetje over praten van de spanning die je hebt en de druk die het met zich meebrengt en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat je er genoeg gelijkenissen in hebt. Als het met mij bijvoorbeeld qua releases, dat ik iets uit wil brengen en dat ik keuzes moet maken over wat ik laat liggen en wat ik meeneem. Jelle is altijd de eerste die alle demo's binnenkrijgt en mij dan advies geeft over wat hij vet vindt om te luisteren. Dus op die manier denk ik dat we elkaar heel erg ondersteunen en ja, dat we heel veel hebben aan elkaars mening wat dat betreft. Ik ben absoluut niet waar ik wil zijn, maar ik denk wel dat ik heel goed onderweg ben om te komen waar ik wil zijn. En ik heb goede releases gedaan, ik heb een goed album gedaan, ik heb getoerd door Nederland, ik heb daarna nog een single uitgebracht en ik ben nu heel erg hard aan het werk om de selectie voor mijn volgende EP te maken. Dus ik ben zeker heel erg hard op weg om te komen waar ik wil zijn. Wat hij maakt, vind ik vind het gewoon supergoed. Ik weet ook hoe hard hij ervoor werkt. Ik denk niet dat zoveel mensen zo hard ervoor werken in Nederland. En ja, ik ben heel trots op hem en gewoon waar hij nu staat. Ik bedoel, wie had dat kunnen denken toen, wat is het, 2 jaar geleden, toen je gewoon nog zelf muziek maakte. Dat je nu op de radio komt en zo. Maar ik denk dat je nu wel op een level bent dat als er 1 liedje eventjes aanslaat, dan is het gewoon, nou, dat kan gewoon de doorbraak betekenen. Ja. Na dit item natuurlijk. Ja, wel insane. Na dit item is het helemaal klaar. Dan, ja.